In stadion Galgenwaard nam FC Utrecht het zondag op tegen Heracles Almelo. Op uitnodiging van de supportersvereniging nam Ruud Boijmans plaats op de Bunnik-site. Na een avontuur in Dubai is de voormalig spits van de FC weer terug in Nederland. Ik denk dat het eigenlijk heel goed zou zijn als elke speler dat een keer doet, weet je. Om gewoon het gevoel te hebben hoe supporters naar een wedstrijd toe leven. En hoe het is om een keer hier te zetten. En voor de rest, hoe gaat het met je? Contract in Dubai is afgesloten. Dus ik ben terug naar Nederland bij mijn familie, bij mijn vrienden. Het was een mooie tijd, privé gezien. Maar ja, sportief gezien was het helemaal niks. Dus ik ga nu fit worden en hopelijk een nieuwe club vinden. Scheppenbal voor Boijmans en nu dan wel raakt. Boijmans wil hem graag in de voeten hebben. Ayoub heeft andere plannen. Van der Marel is helemaal vrij. En dan is hier de 1-0 voor Utrecht. Mooi uitgespeeld. Jans, koppo richting Boijmans doelpunt. Ja, dan is het 2-0 en is het afgelopen. Je hoopt op een nieuwe club. Waar ga je weer fit worden dan? Ja, geen idee. Eerst ga ik zelf beginnen. Met een team van specialisten. En uiteindelijk moet ik wel bij een club komen om toch een wedstrijd op te doen. En misschien uiteindelijk ook bij een club tekenen. En ja, wat het gaat worden, dat is lastig in te schatten nu. Wat is je mooiste moment hier in stadion Galgenwaard? Ik denk mijn eerste goal tegen FC Groningen. Daar begon het allemaal, weet je. Ik begon te scoren en daarna ging het maar door. En dankzij die eerste goal heeft me dat misschien wel allemaal bijgebracht, weet je. Dus de eerste goal was heel speciaal, hè. Barazit. Boijmans. En hij komt er binnen. Invallen Boijmans.